Een Fries buigt voor geen mens, maar alleen voor God. En bij mij heb ik wel vragen van, nou, wat gebeurt er al je uit de vertellen? Ik ben Daan, een Utrechter in Ieren en Sienen. En ik verhuis je naar Friesland. De komende maanden geen ik te kjeren mijn bekende en minder bekende Friezen ontdekken of het leven in het noorden van Friesland een leven is voor mij. Ik geen emigrerien naar Friesland. You know my Jesus is all. Jesus is all. Uit de geschiedenisboeken van mijn jeugd had ik geleerd dat Bonifatius eer God bocht had in Friesland. Maar hoe is dat nou? Is de Friers loog en godvreesend? Is er in hegere sferen of nog altijd een heiden, zoals zijn vooranden die het Bonifatius vermoorden houden? Ik ben in Walterswald, een gereformeerd bolwerk in een Friese wald. Ik ga oorpraat met een mai-emigrant, dominee en bekend bariton Karel Bogert. Hij kwam 8 jaar lien in een Walterswald te benje en is predikant van de hervorme kerken. Goeie. Goeiemorgen. Wat een mooie plak hier, ja. Walterswald. Ja, prachtig. Jo binnen emigreren naar Walterswalden. Ja. Ja, dat klopt. Ja, het is wel echt een ander land. Eerlijk is eerlijk. En ja, we zijn hier in 2016 komen wonen. Ja, het is hier eigenlijk prima vertoeven. En zeker hier aan de voet van de oudste kerk van Walterswald. Zullen we erin? Ja, prima. Ik heb de sleutel. Ah. Ja, dat is een mooie kerken. Vol intiem. Ja, zeker. Ja, een bijzondere plak, zo. Binnen de Friese ek een luwig volk? Ik zou eigenlijk willen zeggen, heel Friesland is bijbelbelt. En dan met betrekking op degenen die naar de kerk gaan. Op een of andere manier kom je met de boodschap van het woord van God, daar kun je gewoon mee terecht. Ik vind dat hier meer dan bijvoorbeeld in Groningen. Hier zijn mensen toch vooral aanspreekbaar op het woord van God. En dat merk ik ook bij mensen die nauwelijks nog bij de kerk betrokken zijn. He, kijk, of ze het omhelzen of aanvaarden of geloven, dat is vers 2. Maar ja, de Bijbel is wel de Bijbel. Er is ook eens een keer een boekje geschreven over Friesland door dominee Oost. En die zegt dan volgens mij ook onder andere van een Fries buigt voor geen mens, maar alleen voor God. Als Friezen tegenkomen die absoluut niet geloven dat er een God is, dan kom ik nog niet zoveel tegen. Ik ben onderwijs naar Hantum, want op een wannestap oorstal van mijn pleerts stiet een boeddhistische tempel en stupa. Ik ga oorpraat met mijn worker en boeddhist Wim van Kessel. Goeie Wim. Ah, goeie. Daan. Hoi, ik ben Wim. Waar binnen we hier? Nou, we zijn hier op het Tibetaans boeddhistisch studie- en meditatiecentrum Karma Delek Tsöpeling. Dat is hier eigenlijk heel wijs hier een zondag uit het jaar ontstaan. Die mensen die in de borkerij wennen hier, die hebben affiniteit met boeddhisme. En die gaan lama's uitnodigen, die ben je dan wist. Letter, vanwege familieomstandigheden, als ze toen het loon offert aan de lama die je toen weer. En zodoende heeft het hier eerst het retraitecentrum in het hier ontstaan. En daarna is toch eind jaren 80 is de stupa gebouwd. En de stupa is een monument voor vrede op de Raad. Maar het is ook een symbool van de vluchtige geest van de Boeddha. En dat was zo volle zezen als iedereen wel gelok aanwezig. En als we dat gelok in delen kennen, maar horen meestal. Dat is moederhuisje. En dat is wat het stupa eigenlijk, de essentie ervan, beschut. Wij rennen te kjeren naar de tempel van het centrum. Een hillig boeddhistiek plak, der drie keer dijs een ceremonieplak vindt. Wim kwam hier en lien in onrekking met boeddhisme en deze bijzondere tempel. Waarom bist u boeddhist? Ja, vroeger toen zit ik op zee en ik hier mijn hart weer verstoren toen ik op zee zit. En dat had me wel een hele protte ding eigenlijk. En daarna hier ik wel vragen van, nou, wat gebeurt er al je uit de atmosfeerde, atmosfeerde. En dat had me zo aan het denken zetten dat ik filosofie ben studeren. En daarna ben ik exadwaande bij het bij de Oosterse denkwijze terechtkwam. En zodoende ik bij de boeddhistische denkwijze. Jongen, ben ik hier voor het eerst kwam. Dat was eigenlijk op het advies van mijn Oosterse zuster. En die zei, moest eens een keer naar Hantum toe gaan.
Dus dat heb ik dien. En sindsdien ben ik nooit meer voordoen. Dus de ontmoeting met hier met het centrum, dat had echt wel ding verloren. En dat hier zo in, dat moeten we meer van bieden. Ik wil dat ik Troje aan kennen. Dus. En hoe wordt er op Jimme reageren in het nochtere Noord-Friesland? Ja, dat is. Nou, zeker de laatste tijd is het wel stabiliseerd. In het begin ben je meestal nog wel een beetje van wat is dat. En dan praten ze over de Boeddha en dat. Ja, nou ja, dat is heel goed. Maar in het begin ben je het wat meer. Met rauwe randjes, om het zo maar te zeggen. Maar het is nu helemaal geïntegreerd in, in de maatschappij. Hier, iedereen is altijd welkom. You're falling down like heavy stone. Doemnie Bogert had net altijd predikant West. Hij had een grutte carrière efter de reg als bariton. En de muziek zit nog altijd Jip in zijn hert. Jo binnen jonger en spiele ek wargel. Waarom dochs predikant? Ja, ik denk dat ik het eenvoudigweg zo kan zeggen. De roeping daartoe werd zo concreet dat ik vast geloofde dat God mij riep om dat werk te gaan doen. Ik ben in 2008 gestopt met het zingen. Toen heb ik afscheid genomen van het publiek. Ik heb het sporadisch nog eens een keer ergens gedaan. Maar thuis, in de hal, achter mijn harmonium, ben ik altijd blijven zingen. Mm-hmm. En ik heb altijd mijn stem bijgehouden. Ah. Voor mij is dat een enorme uitlaatklep. Arme huisgenoten. Want de muren daveren soms. Dus ik kan mij helemaal op een of andere manier uitzingen voor God. Net alleen nog de volgelingen van de kerken in Walterswold keren hard naar God. Ek de Doemnie zelfs ziek het help bij God. Als Doemnie Bogert in 2020 slim ziek wordt en zware operaties ondergaat, rekt het er in een depressie. En liet het God vier voort. Hebben jou ek een moment gehad dat jo zelfs dacht, help mij? Ik ben eerlijk gezegd niet zo'n kampioen gelovige. Ja. Ik ben maar een soort worstelaar of een soort tobbert of zo. Ja. Maar er zijn momenten dat je je echt helemaal afhankelijk mag weten van de Heer. Maar er zijn ook momenten. Ja, dat je denkt, ja, waar is God? En is het allemaal wel waar? Wanneer, wie dat? Nou, in het bijzonder, in de periode dat ik ziek geweest ben. Ik ben zo ver weg geweest dat ik dacht dat ik van God en mensen verlaten was. En dat ik ook nooit meer op een preekstoel terecht zou komen. Ja. Ik mag nu alweer lang mijn werk doen. Daar mag ik gerust achter me laten. Maar één ding wil ik wel zeggen. Dat de Heer mij op een bijzondere wijze daaruit heeft gehaald. Uit die depressie ten gevolge van operaties. Zodat het nooit meer teruggekomen is. En dat is gebeurd hier in de kerk. Een paar banken terug. Toen er een jonge kandidaat hiervoor ging. En dat ik zo diep weg was. En dat er voor het eerst weer een lichtje opging. Door zijn breekbare presentatie, zijn boodschap. En vanaf dat moment ben ik als het ware uit de put opgehaald. En toen is het, het is weer helemaal goed gekomen. En ik kan gewoon elke dag mijn werk weer doen. Ja. En ik doe het met vreugde. En bij het gevoel van toen, ik kan er niet meer bij komen. Nee. Wij rennen naar de oude pastorie. Het plak dat de Doemnie en bariton nog alle dagen vol oerjefte sjongt. Ik haal zocht naar het Leeuwen in Friesland en dat haal ik zeker voen. Maar wat ik vooral voen haal is tawijing, gastvrijheid en liefde in het hart van de Friers.